achter mij staat de nieuwe Adria Alpina 573 UP. De Adria Alpina 573 UP is een echt het topsegment van Adria. Dit is een vierseizoenen caravan waarmee u in de winter, in de zomer, in de herfst, in de lente eigenlijk het hele jaar door mee op vakantie kunt. Deze caravan is speciaal voorzien van een Alde vloeistofverwarming. Dus geen echte vloerverwarming, maar gewoon echt een vloeistof door de hele caravan laten lopen. Dus u heeft altijd een comfort aan de binnenkant van de caravan. Er zit een buitenstopcontact in voor 220, televisie, 12 volt. En ook zit er aan de buitenkant een extra serviceluik. En dat is een heel smal serviceluik. Speciaal gemaakt voor de wintersporters die de skis even willen verwarmen. Zodat het ijs er mooi af kan. Ook zit er onder het bed een groot serviceluik. Een Adria caravan kunt u natuurlijk herkennen aan het prachtige i-design. Deze caravan heeft ook geïntegreerde ramen. Dus die zitten echt in de caravan. Daarnaast zit er een mooi panoramisch voorraam in, zodat u heerlijk van de buitenlucht kunt genieten, ook al zit u in de caravan. Binnen valt gelijk op dat het panoramische voorraam erin zit natuurlijk. De hooglandskastjes met een ronde vorm erin. De contourverlichting die helemaal doorloopt. De bekleding, hele luxe bekleding met geïntegreerde hoofdsteunen daarin. En daarnaast een hele mooie optie, een Bluetooth ontvanger waarmee u met de telefoon direct connectie kunt maken met de caravan. En geluid in de caravan heeft. In de keuken, de Smart Kitchen van Adria, zit standaard een 3-pits kooktoestel in. Daarnaast een schakelaar voor de verlichting. Twee stopcontacten voor eventueel een koffiezetapparaat of andere elektrische apparaten. Er zit standaard een hele hoge bar in. Ook een oven van Tedford zit erin. De grote laders met softstop systeem. En niet te vergeten de hoge koelkast met grote vriesbak. Achterin vinden we het grote Franse bed. Nou, groot betekent 1,60 meter breed en 2 meter lang. De hoofdeindes zijn ook verstelbaar omhoog aan allebei de zijden. Daarnaast extra spotjes voor extra verlichting erbij. En voor de extra privacy hebben we een gordijn. In de toiletruimte zien we een banktoilet van Tedford. Daarnaast een opklapbaar wastafeltje. Een handdoekenrek aan deze zijde. Een roede om eventueel natte kleding op te hangen, zodat het kan drogen. Een douchekolom. En, heel bijzonder in deze caravan, zit een radiator. Deze caravan heeft een opbouwlengte van 6,27 meter en een totale lengte van 7,74 meter. De as die staat op een 1900 kilo as en u heeft 314 kilo laadvermogen bij deze caravan.